Motiemarkt, welkom allemaal. Welkom speciaal aan iedereen die de moeite heeft genomen om hier een tafelhoek te bemannen. En iedereen die anderszins hierbij aanwezig is omdat ze simpelweg geïnteresseerd zijn, is natuurlijk ook hartstikke fijn. Er zijn 15 tafels met initiatieven, dat zijn ongeveer 15, volgens mij zijn het ietsjes meer. Met verschillende initiatieven. Het is de bedoeling dat de raadsleden die hier aanwezig zijn zelf gaan shoppen. We kunnen zelf bij iedere tafel langs om te vragen wat het initiatief is. En daarvoor krijgt u ook een briefje mee, die heeft u bij binnenkomst gekregen. Die briefjes kunt u invullen en als u daar wat verder mee wilt, dan kunt u die vervolgens weer inleveren. Maar goed, ik heb daar zelf geen... er zijn mensen voor die dat heel goed kunnen... Omdat er begonnen is met het ontwikkelen van een grondkabel, hoogspanningsgrondkabel, tussen Hengelo, Wederwegstation en de Mosterpoort in Almelo. Het is zo jammer dat TenneT dan daar slechts één grondkabel in legt. Als ze daar twee grondkabels in zouden leggen, zouden de hoogspanningsmasten in Almelo allemaal kunnen verdwijnen. De kabel die kost geld. 75% wil TenneT betalen, 25% leggen ze neer bij gemeenten, waar een heel groot gedeelte teruggehaald kan worden op basis van subsidies en dergelijke. Het neer is, zouden een behoorlijk aantal huizen extra gebouwd kunnen worden op de grond die vrijkomt onder de hoogspanningsmasten. Maar dat is niet alleen de wijk het Neer is, er zijn ook diverse stukken industrieterrein waar ook ruimte vrijkomt, eventueel voor bebouwing. Dus de gemeente die kan daar ook de bouwgrond van verkopen. Ik heb dus het idee van dat het leuk zou zijn als Almelo iets had, zoals veel andere steden, wat kenmerkend is en waar ze dan denken, nou, Peers van Homeloek, dat is Groningen, en Badje, dat is Assen, en de Trevifontein, dat is Rome, en de verwoeste stad, dat is Rotterdam, en Mannelijke Piste, dat is Brussel. Laten we nou eens iets hebben wat duidelijk met Almelo verbonden is. En dat denk ik aan Heracles, wat hier Heracles heet dus, die al meer dan 100 jaar verbonden is met Almelo. Want die club is meer dan 100 jaar. En ik dacht dat het leuk zou zijn als we midden in de stad dus een beeld hebben van Heracles. En in plaats van een klots geven we hem dan een bal. Die mag hij wat mij betreft ook voor zijn geslachtsorgaan houden. Want anders krijgen we daar misschien weer moeilijkheden over. Dat zou denk ik voor Almelo heel leuk zijn als wij daar een levensgrote Heracles op het marktplein zouden hebben.